Hallo mensen van het Gameportaal, ik ben Remco van Varpoza. En zoals jullie zien heb ik mijn mooie kerstpakje aan, omdat het natuurlijk weer bijna kerst is. Vandaag hebben we weer een nieuwe modspot, of vandaag hebben wij, heb ik weer een nieuwe modspot live voor jullie. En dat is over de League of Legends mod, oftewel League of Crafters. Het is nog een mod die redelijk work in progress is, oftewel een WIP mod. Maar toch zou ik hem eventjes aan jullie willen laten zien. Want hij begint best wel... Als ze hem echt nog zo verder uit gaan breiden, dan wordt dit gewoon een hele sterke mod. En ik wou er als een van de eerste eventjes een reviewtje voor jullie over doen. Dus, wat hebben wij allemaal? We hebben natuurlijk de champions in League of Legends. Oké, sorry, ik moet even een disclaimer maken voordat ik verder ga. Ik speel heel af en toe League of Legends. En dat is meer omdat ik het dan wil gaan proberen, maar... Ik ben er niet zo heel erg goed in. En dat is zacht uitgedrukt. Dus ja. Als ik een fout maak in iets wat ik zeg. Sorry, don't blame me. Maar ik ben niet zo heel goed in League of Legends. Zeg maar. Ik ben gewoon echt heel slecht. In ieder geval, we hebben dus in League of Legends. Heb je dus de champions. Je hebt de minions. En je hebt de items. En die drie zitten er allebei, alle drie in. Ja. We hebben hier alvast een paar items die ik jullie ga zien. We hebben zoals een Doran's Blade. Die maak jij met wat iron en wat ingots, gold ingots en een stick. En dan krijg jij een Doran's Blade. Jij kunt een Nexus krijgen of maken. Die spant een minion. En je kunt een bom maken en die is van Zix volgens mij. De bom van Zix. Die kun jij maken. Zo, die pakken we er ook even gelijk uit. En dat zijn in ieder geval de items die er tot nu toe in zitten. Of ja, er zitten nog wel een paar meer items in. Maar ik ga eerst eventjes met deze van start. We hebben hier het minion blok of het nexus blok. En als je daarop drukt, dan spant er een minion. Kijk, en ze zien er best grappig uit, de minions. Als je ze zo in... kijk, en ze zijn echt razendsnel. Je kunt ze ook slaan. Ze doen alleen niks terug. Dus ze hebben best wel trouwens een levens. Kijk, nu moet de Nexus ook even cooldownen, want ja, als je heel veel minions gaat spannen, dan, ja, dan duurt dat eventjes. Wat we nog meer hebben is... dan doe ik de Doran's Blade en dit weg. Is wij hebben natuurlijk de champions. We hebben hier de champion Teemo. Ik weet niet wie dat is. Ja, oké. Wij hebben hier Teemo. Wij hebben hier Zix. Wij hebben hier Twitch. Wij hebben hier Tristana. We hebben hier Annie. En we hebben Mundo. Oké. Dit zijn de champions die er tot nu toe in zitten bij de mod. Ze maken geluid zoals je hoort. De animatie en zo is, vind ik, best goed gedaan. Ik heb deze mod al een tijdje geleden gezien. En toen zag het er allemaal wat minder uit. Maar de details en zo. Bijvoorbeeld de oortjes van Teemo. En de voetjes. En het loopje mag alleen iets anders. Maar dat is oké. Hier hebben we Zix met zijn bom natuurlijk. Zijn oorbelletjes. We hebben hier Tristana. Mundo met zijn big meat cleaver. Annie met haar teddybeer. En natuurlijk Twitch met zijn crossbow. En ja, ik vind het er allemaal best goed uitzien. Als ik natuurlijk, nou zit ik in creative, maar mocht ik eventjes in... dat dus. Dan vallen er gelijk heel veel mij aan. En zoals je ziet valt ook Teemo mij aan. En oh shit, ik krijg gelijk, oh. Wacht even, oh ja, oké. Oké, ik ben gelijk in slowness, blindness en ik ben dood. Fuck. Misschien was het niet zo'n slim idee om... Oké, misschien was het inderdaad niet zo'n heel slim idee. Oh, kut. Waarom vallen ze mij nog aan? Jullie kunnen ook gewoon stoppen met mij aan te vallen. Oké, we gaan... Oké, zijn hier mijn aggro op mij? Oké. Eventjes hier rustig gaan staan. Oké, dit was niet zo'n heel slim plan. We hebben hier natuurlijk nog de Doran's Blade en de bom van Zix.
En dat, dan kom ik op het volgende punt. Wow, dat was eventjes heel erg afleidend. We zijn hier hebben natuurlijk, als jij ze hun kilt, dan kun jij wat spulletjes krijgen. Jij kunt de blowdart van Teemo krijgen. Jij kunt de cannon van Tristana krijgen. Je kunt de bombs van Ziggs krijgen. En de Dorn's Blade komen. Die moet je volgens mij zelf maken. En het leuke is dat je ze ook echt kunt afschieten. Je hebt natuurlijk wel een arrow voor nodig voor de darts. Daar zit helaas geen crafting recipe nog bij. Dus dat moeten ze nog maken. Maar je kunt dus gewoon, ze schieten niet zo heel ver, ze schieten niet echt ver als een boog. Je moet ze wel gewoon laden zoals een boog. Maar ja, ze geven een potion effect. Of potion, een poison effect. Dan hebben we hier de cannon van Tristana. En die, boom, die schiet dus gewoon een bom. Leuk. Dan hebben wij hier nog de Dorn's Blade. Nou, die geeft dus, als je hier net al zag, 6 attack damage. En wij hebben de bom van Ziggs, waar we helaas nog niks mee kunnen doen. Dus ja, dat is helaas nog het work in progress deel. Maar zoals je ziet is het best al een leuke mod met leuke animaties. En laten wij gewoon naar de punten gaan. Oké, mensen. We zijn hierbij op de bovenkant van deze boom weer gekomen. En ik ga naar de punten. Ik ga eigenlijk voor deze mod ga ik geen punten geven. En gewoon omdat het nog zo een werk in uitvoering is. Ik ga hier gewoon zo'n whip dingetje neerzetten. Whip/10. En dan mogen jullie zelf bepalen of jullie deze mod gaan downloaden. Verder gaan volgen. Ik ga hem in ieder geval wel verder volgen. En als hij zo goed als af is, dan ga ik er nog een keer een mod spotlight over doen. En dan geef ik er mijn uiteindelijke mod review punt ding. Wat ik tot nu toe vind, is dat het een mod die heel veel voeten in aarde zal gaan steken. Want het is een hele uitgebreide mod. Je zult al die champions tegenkomen van League of Legends. Alle items gaan ze erin verwerken. Alle geluiden. En dat is veel werk. Kijk nou bijvoorbeeld naar een mod als Mocreatures en zo. Daar gaat heel veel tijd in zitten. En langzamerhand wordt deze opgebouwd. Wat ik wel heel goed vind is dat er al heel veel animaties zijn. Er zijn al verschillende dingen. Ze laten in ieder geval zien wat ze kunnen. En dat vind ik in ieder geval heel erg fijn om van deze mod te weten. Dus, ik heb geen punt voor deze week. Volgende week gaan we weer een andere mod doen. Ik wil jullie nog eventjes super erg bedanken voor de mensen die vorige week allemaal via de video op mijn kanaal hebben geabonneerd. Mijn nieuwe kanaal, Vagposa. En dat vind ik in ieder geval super fijn, want ja, we zijn net begonnen daarmee. En het helpt gewoon heel veel als jullie gewoon zo'n steun geven in het begin al. Dus wil ik jullie nog heel erg voor bedanken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, hier beneden onderin de video, in de beschrijving, staat een linkje naar het nieuwe kanaal. Daar zou je heel erg mee helpen als je natuurlijk toch nog even abonneert. Je zou ook het gameportaal super even helpen als jij op hun abonneert. Een groen duimpje achterlaat en even een leuke comment achterlaat. En dan zeg ik, mensen, tot de volgende keer. Hou